Gundolien Rutte, onze voorzitter, heeft me op pad gestuurd op zoek naar geëngageerde gezinnen in Vlaanderen. Dat kadert binnen de nieuwe politieke lente van Open VLD. Dus ik ga eens op zoek. We zijn in Bierbeek bij Walter en Jo, het eerste homokoppel in Vlaanderen met 3 pleegkinderen. Dat is nu onze pony, hè. Dat is dus 1 pony, onze huildier. En we hebben ook poezen. Ja. Ik wil eens kennis maken met jullie papa. Ga dan daar naartoe? Ja, kom. Oké, kom. Hallo. Christophe is bij ons gekomen in 2004. We hebben toen onmiddellijk de aanvraag gedaan van de tweede, dat we meer dan 1 kindje wouden. Dat heeft nog eens 3 jaar geduurd. Dan is Noah gekomen en dan hebben we onmiddellijk de aanvraag gedaan omdat we dan dachten van misschien duurt het veel te lang en 9 maanden later was sneller. Hebben jullie moeilijkheden ondervonden omdat jullie een homokoppel zijn? Echt problemen? Misschien niet, maar we hebben wel ons eerste gesprekken bij pleegzorg een consulente gehad die toen daar heel eerlijk in is geweest en die heeft gewoon gezegd van ik voel het niet aan, de situatie, ik geef het dossier door aan een collega van mij. Ja, dat heeft in het begin wel voor een beetje vertraging gezorgd eigenlijk. Mochten jullie nu voor 1 dag minister zijn, wat zouden jullie dan veranderen? Het zou gemakkelijker zijn moest er, ja... Eén aanspreekpunt zijn voor al die papieren. Het probleem is ook, we hebben 3 pleegkinderen, maar de 3 pleegkinderen vereisen wel alle 3 een andere aanpak qua papieren. Bij Nel moeten we bij pleegzorg rechtstreeks zijn. Noah, door zijn papieren lopen we naar het gemeentehuis, lopen we overal wat we kunnen, maar dan weten ze ook van niks. Christophe is dan weer het internaat, maar dan soms ook weer de rechtbank en soms weer pleegzorg die eigenlijk niet meer bevoegd zijn omdat hij in het internaat geplaatst is. Dus dat is eigenlijk heel omslachtig allemaal en daar gaat heel veel tijd verloren eigenlijk. Maar het is vooral het papierenwerk er rond in het internaat. Van een vakantie, je moet dat plannen op voorhand, maar je hebt papieren nodig. Bij hem is het dan de rechtbank. De consulent probeert dat neer te brengen met de consulent op de school. Ja, die mensen zijn niet altijd te bereiken. Dan heb je nog iets nodig voor een probleempje dat zich stelt op school. Hij moet even naar een dokter. Ja, dan koppelen ze al terug weer op thuis. Dan is er nog het financieel kaartje daaraan. Dat je zegt van, ja, ze vragen van je pleegzorgvergoeding dat je die bij hun laat storten. Het kindergeld, dat wordt dan in 2 gekapt. De periode dat hij thuis is, krijgt hij dat hier. De periode in school, dus daar ook weer. Een hele papieren molen, hè. En hoe zit het met Noah? Onze Noah is weer ook een apart geval zoals onze 3 kinderen eigenlijk. Astro van Deesje is hij hier in ons gezin gekomen op 4 jaar. Die doet heel goed zijn best op school. Die evolueert heel goed. Die heeft een mama die politiek vluchteling is. En nu is die manneke 11. Maar op 18 jaar riskeert hij dat hij naar Rwanda moet en daar nog een legerdienst moet vervullen. En dat zien wij eigenlijk niet echt zitten. Ik denk hij nog veel minder, want hij heeft geen band met dat land. Hij spreekt die taal niet. Plus, hij wil verder studeren. Het probleem is eigenlijk bij Noah dat wij geen rechten hebben om iets in orde te brengen qua papieren, omdat zijn moeder hier in België is en zij heeft die bevoegdheid. Het is haar kind. Bij de andere 2 kinderen zijn de moeders uit hun ouderlijk recht ontzegd, dus dat lost al heel veel op voor ons. Maar bij Noah is dat niet zo. En dat hoeft ook niet. Het is echt een lieve vrouw, een aangename vrouw. Maar ja, dat gedeelte lukt ze niet. En dan de kleine meid, Nel. Hoe zit het daarmee? Nel is eigenlijk de enige van de 3 die we als baby hebben gekregen. Hè? Dus we hadden wel een aantal keer al aanvragen gedaan voor babytjes. Altijd geweigerd geweest. En dan kregen we op een maandag telefoon van pleegzorg. We hebben een baby voor jullie. Dat was toen de 5e keer, of de 6e keer. Ja. Die zaterdag zijn we thuisgekomen met een babytje. Wij hebben toen dat kind de eerste nacht in een wasmand moeten leggen om te slapen, want wij hadden niks.
We hebben dan gelukkig van de familie heel wat spulletjes gekregen dat weekend. En dan was het probleem natuurlijk maandag dat we geen crash hadden, niks, geen opvang. Ja, niks voorzien eigenlijk op een leven met een baby erbij ineens. Maar we hebben onze plannen getrokken. Sociaal vangnet, zoals ze zeggen bij pleegzorg, was, functioneerde heel goed. Ja. Dus de mama, schoonmama, vrienden, buren. Ja, overal een dag, hè. We denken vanuit Open VLD dat heel veel papierwerk echt wel kan vermeden worden door één aanmeldloket te voorzien voor mensen. Dat je niet moet lopen naar 10 verschillende instanties. Zorgen dat veel meer databanken elkaar kruisen, zodat je maar naar één punt hoeft te gaan. De kosten voor een pleegkind voor een kinderdagverblijf zullen vanaf september 2014 niet meer gekoppeld worden voor de pleegouders aan hun inkomen. Omwille van de eenvoudige reden dat kinderen uit pleegzorg eigenlijk een heel zware rugzak hebben mee te dragen.